Het ministerie van AWJ heeft met succes sessies over werkethiek afgerond, bedoeld om jongeren voor te bereiden op vakantiewerk. De trainingen, gegeven van 29 augustus tot 13 september, behandelden onderwerpen als waarden, normen, gedrag en het omgaan met problemen op de werkvloer. In totaal zijn 1000 jongeren getraind en nu aan het werk bij ministeries, organisaties en sociale instellingen. Dit project biedt jongeren de kans om werkervaring op te doen en hun verantwoordelijkheid en discipline te ontwikkelen. Zowel het ministerie als de jongeren zijn tevreden met de resultaten. Het AZP heeft gereageerd op een onjuist bericht op een online platform over het overlijden van een 61-jarige vrouw door een vermeend tekort aan zuurstof en IC-bedden. Uit intern onderzoek blijkt dat de patiënt adequaat is opgevangen bij aankomst en dat er geen tekort aan zuurstof was op de SEH of de Intensive Care Unit. De directie benadrukt dat dergelijke onjuiste berichten onnodige onrust veroorzaken en doet een beroep op media en burgers om zorgvuldig te zijn met het delen van informatie die de reputatie van anderen kan schaden. Klachten kunnen worden ingediend bij het Ombudsbureau van AZP. Het maanfeest werd op 15 september gevierd in de Witte Lotus, in aanwezigheid van president Santokki en parlementslid Wang Xuanrui. Tradities zoals de leeuwendans en de maankoek stonden centraal. Santokki prees de Chinese gemeenschap voor hun bijdrage aan Suriname en riep op tot eenheid en samenwerking, ongeacht achtergrond. Wang wenste iedereen welvaart en gezondheid toe.